Emiel, hi. Fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Wat een leuk onderwerp. Flexible love seat. Ja. Ik hou er nu wel van. Nou, mooi. Je tijd gaat nu in. Dankjewel. Je bent samen op een bioscoopdate. En dat is hartstikke gezellig. Maar er is toch iets wat tussen jullie in zit. En dat is de leuning. Zou het dan niet enorm fijn zijn als je die zou kunnen laten zakken? Zodat die naadloos verzinkt tussen twee zittingen in. En zodat die zittingen samen een hele fijne love seat vormen. Wat ook heel erg leuk is, als je nou bijvoorbeeld met je partner en je kind naar de bioscoop gaat, dan kun je nog een leuning laten zakken. En dan kun je lekker met z'n drieën chillen. Nou, als die film is afgelopen en het is een puinhoop in de bioscoop, overal popcorn en zo, dan laat je in alle rijen alle leuningen zakken. En dan kun je er in één keer een stofzuiger overheen halen en dan is alles in één keer schoon. Ja, ik weet het niet, maar dan zou ik toch maar voor thuis de film huren als je lekker tegen elkaar aan wilt kruipen. En voor de rest keurig in de bioscoop op mijn plaats blijven zitten. Ik vind het nogal vergezocht. Dankjewel. Oké. Martijn? Ja, ik vind het niet vergezocht. Ik vind het fantastisch qua basisidee. Maar qua uitvoering en om het commercieel haalbaar te maken heel erg moeilijk. Emiel, ik denk dat producenten kunnen dit zo oppakken. En die kunnen dat zo in de praktijk uitvoeren. Dus om hier het beste idee van Nederland van te maken. Ik heb mijn twijfels erover, dus, maar we gaan stemmen. Mede met deze reden, nee. Adelijn? Ik denk niet dat het beste idee van Nederland is. Dank je. Nee. 1, 2, 3, 4 keer nee. Het spijt me. Helaas, jammer. Maar wel mooie prototypen gemaakt hoor. Ja. Ja. Dank je wel. Dag. U bedankt. Prachtig model. Het doek valt voor de bioscoopstoel. De jury ziet het idee niet zitten.